De tragiek van het Griekse dilemma is dat eigenlijk de oplossing op technisch vlak wel binnen handbereik ligt. Maar op politiek vlak zijn de partijen zo ingegraven dat het heel moeilijk is om voor te stellen dat ze er nog uitkomen. En eigenlijk voert dat terug op een ideologische inslag en verschillen van inzicht van de rol van de markt in het economisch presteren. Nou, de oplossing moet uit verschillende ingrediënten bestaan. Want er zijn verschillende partijen betrokken bij deze onderhandelingen. Maar in de kern van de zaak zullen de Grieken moeten bezuinigen, of ze dat nou willen of niet. De vraag is alleen of ze zo straf moeten doorbezuinigen als dat de voormalige trojka is blijven eisen. Maar ze zullen vooral ook moeten hervormen om hun economie op termijn ook concurrerender te maken en welvarender te maken. En het is onvermijdelijk dat daar ook een stukje schuldafschrijving bij komt. Denk je dat de trojka het eigenlijk met elkaar eens is? Nou, die partijen die houden de verschillende standpunten op na. Als je met de meest eenvoudige begint, dan is het eigenlijk de Europese Centrale Bank. En die zegt impliciet, de Griekse overheid die moet niet bankroet gaan. Want als de Griekse overheid bankroet gaat, kunnen wij de Griekse banken niet meer van liquiditeit voorzien. En dan ligt het Griekse bankstelsel omver en die trekt dan ook de Griekse economie mee. Als je kijkt naar het IMF zegt wij willen er wel instappen, maar dat is dan met IMF-conditionaliteit. Dat bestaat uit bezuinigingen en hervormingen, maar ook een houdbare schuld. En die schuld is op het moment alleen maar houdbaar te maken door verdere herstructurering en eigenlijk ook een stuk nominale afstempeling. Dus dan kijk naar de eurolanden, de rest van de eurolanden, die omarmen de conditionaliteit van het IMF in termen van bezuinigingen en hervormingen. Maar die zeggen ook, wij willen het tot op de laatste euro terugbetaald krijgen. Ja. En dat is een heel lastig spanningsveld om uit te komen. Denk je dat het mogelijk is om eruit te komen? Ja, dat is mogelijk om uit te komen. Om aan alle partijen te voldoen eigenlijk. Als je een programma samenstelt waarbij je wat meer gaat leunen op hervormingen en wat minder op bezuinigingen, dan kom je de Grieken tegemoet. Terwijl je wel op termijn de verdiencapaciteit van die economie sterk verbetert. Dus ook de kans dat ze gaan terugbetalen gaat vergroten. Als je daar tegelijkertijd aanhangt een conditionele schuldkwijtschelding, dus dat ze bij elke review niet alleen vers geld krijgen om de lopende programma's door te financieren, maar ook een stukje echt schuldkwijtschelding, dan kom je en de Grieken en het IMF tegemoet, waardoor je bij succesvol doorlopen van het programma aan het einde van de rit lage schulden voor de Grieken, een houdbare schuld voor het IMF, politiek uitlegbaar voor de eurolanden, we hebben niks toegegeven zonder dat er iets voor terugkwam, maar dit was het maximaal haalbare en de ECB die kan de bankensector blijven ondersteunen. En wat is dan de bottleneck, dat ze er niet uitkomen? Ja, de bottleneck die is heel zuur. De bottleneck zit er eigenlijk in dat partijen zich zo diep hebben ingegraven in hun stellingen. We willen alles terugkrijgen van de eurolanden. We willen niet meer verder bezuinigen van de Griekse regering. Dat die partijen moeten bakzeil halen, die moeten politiek bakzeil halen. En die moeten eigenlijk een stukje afstand doen van hun ideologie. En dat is natuurlijk heel erg lastig. En in Europa speelt daar dan ook nog mee dat er een aantal landen mee moet beslissen die programma's hebben doorlopen en succesvol doorlopen in die zin dat ze nu weer aan het herstellen zijn. Denk aan een Spanje, denk aan een Portugal en een Ierland. En er zitten landen bij die een stuk lagere levensstandaard hebben dan Griekenland en zeggen ja, moeten wij nu gaan bijdragen aan eigenlijk die veel rijkere Griekse bevolking die die problemen binnenlands zou moeten kunnen oplossen. En dan denk je aan de Baltische Staten en denk je ook aan Malta. Het is nu donderdagochtend vroeg. Vandaag gaat Griekenland met een voorstel komen. Hoe denk je dat dat afloopt? Ja, ik ben er tamelijk somber over. Er zijn nu wel wat signalen dat de Griekse overheid verregaande concessies gaat doen. En ook direct ingrepen gaat toestaan in zowel de pensioenen als in de btw-verhoging die wordt geëist. Dat is wel eerder het geval geweest. En er kwamen altijd weer eisen bij van hen of verwateringen bij die niet werden geaccepteerd. Dus ik moet het eerst zien en dan kan ik het pas geloven. Maar met de verharding van de standpunten sinds het referendum, de steun in de rug die de Griekse regering zal vinden door de vrij massale nee-stem die eruit is gekomen, de brede steun die zij krijgen van alle oppositiepartijen, kan ik mij eigenlijk niet zo goed voorstellen dat ze daar heel veel water bij de wijn kunnen doen zonder binnenlands weer een flinke tegenvaller te krijgen. En aan de andere kant zie je ook dat de eurolanden heel erg hard in de wedstrijd zitten en ook zonder significant politiek gezichtsverlies ook niet heel makkelijk meer terug kunnen komen. Dus als de treinen gewoon doorrijden op dit parcours, dan is de meest logische uitkomst dat Griekenland uiteindelijk niet aan de voorwaarden van het pakket gaat voldoen. Dat daarmee de Griekse banken uiteindelijk niet meer als kredietwaardig kunnen worden gezien door de ECB.
omdreigen te vallen en moeten worden ondersteund door de nieuw in te voeren Griekse munt. En dat is het moment waarop Griekenland de facto uit de euro is gestapt.